Oeh, moeilijke vraag. Ja, het ligt eraan tot in hoeverre je het doortrekt. In principe is het natuurlijk vertrouwen voor mij blindelings eigenlijk ervan uitgaan dat je, ja, dat je van iemand kan uitgaan, als het ware. Dus dat je echt op iemand kan vertrouwen. Ja, vrij lastig. Alles kunnen zeggen. En ja, zeker weten dat iemand jou kent. Het is eigenlijk echt vooral iets van kennen. Vooral iets met mensen die je heel goed kent, kan dat gebeuren. What does trust mean? Oh God. Oh. If someone stands behind you and they say, trust me, and you have to fall back and wait for them to catch you, and trust is whenever you believe them enough to actually fall back. So, yeah, you trust them to catch you. Weet je echt op iemand kunt rekenen, dat je echt op iemand aan kunt, dat je, ja. Als ik kijk naar vriendschap, vind ik het wel belangrijk dat je ook vaak dat je niet eens woorden nodig hebt voor dingen. Dat je zonder na te denken ervan uitgaat dat degene die iets zegt of doet, dat het juist is. En dat hij me niet, sorry voor het woord, belazert. Ja, ik vertrouw je pas als ik je natuurlijk heel goed ken. En dat heeft tijd nodig. Vriendschap en heeft tijd nodig. En als die vriendschap dan dusdanig gegroeid is, dan ja, moet je alles kunnen doen voor die persoon. Zelfs het leven kunnen geven voor die persoon. Dat is eigenlijk het top van vertrouwen. Als je veel liefde voor iemand voelt, nou ja, dan hoeft dat niet zozeer op een romantische manier. Ik bedoel, kan ook op een vriendschappelijke manier. Denk ik dat je iemand vertrouwt. En de ene kan dat beter dan de ander. Ik denk dat de ene meer open staat voor vertrouwen en vertrouwen geven dan de ander. En ik geloof ook zelf erin dat als je jezelf een beetje kan vertrouwen gewoon, of niet iedereen heeft zichzelf in de hand, denk ik, kan je andere mensen ook beter vertrouwen op die manier. En dat heeft weer ook meer te maken met hoe je jezelf kent. Ik denk ook wel dat het gewoon een beetje, ja, ik noem een beetje raar voorbeeld, zeg maar, neem maar de IKEA. Het is vertrouwd. Want je komt binnen, je weet waar alles staat, het ziet er allemaal hetzelfde uit. Als je hier in Amsterdam gaat, dan ken je dat. Maar als je naar Amersfoort gaat, dan is dat vertrouwd. Want het is allemaal hetzelfde, het is gewoon... Het veilige gevoel komt voort uit het feit dat ik zeker weet dat iemand mijn vertrouwen niet zal beschamen op zo'n moment. Nee, maar het is gewoon de gewoonte dat je daar als kind in zo'n ballenbak werd geduwd en dat je weet dat je ouders terugkomen en dat je er altijd slaagt. En de Albert Heijn heeft voor mij ook al iets. Hebben vaak, het is gewoon een fijne winkel, dat je niet denkt, oh, het is altijd zo'n logica die er is en het is er altijd. En zondag open, heel fijn. Ik wil niet minder openstaan in vertrouwen naar mijn medemens, omdat ik weet dat dat gewoon een goed, dat is een goed iets. Een goed mens is, vertrouwt iemand sneller. En ik heb veel vertrouwen in mijn medemens. Ik zie dus, ik geloof gewoon dat iedereen het beste wil doen, als het ware, om zichzelf ook het beste te voelen. If you don't trust, just come an enemy. That mean. If you trust, you open. If you don't trust, like I think this person enemy. I think this is the trust. This is the important thing in life. Dus ja. Ik zou zelf niet zomaar iemand bedriegen of iemand niet netjes behandelen, omdat dat gewoon, ja, dan voel ik mezelf slecht door. En ik denk in principe dat dat uiteindelijk bij iedereen zo is, maar dat iedereen dat nog niet helemaal weet, zou ik zeggen. Nou, het is natuurlijk politiek nu een beetje spannend allemaal en ik geloof niet dat ik daar heel veel vertrouwen in heb. Ja, het is natuurlijk ook een kwestie van transparantie, want wat je weet van wat er in de politiek gebeurt. En er zijn toch ook dingen die er gebeurd zijn waarvan je denkt, hey, dit is toch niet duidelijk gecommuniceerd. Dat is toch iets geks. Maar het is ook zo dat als je iets heel transparant maakt, dat je dan weer juist minder vertrouwen krijgt. Omdat je dan alles weet en ook dingen weet die je misschien beter niet zou kunnen weten. Dus dat is ook een moeilijk begrip, maar dat vind ik wel heel interessant. Ja, yeah, I don't think I have much trust in that. Because you can't without knowing. Trust is only built through knowing. So if you have no idea of the future, how can you trust it?
I believe that we make the future ourselves. And if I manage to do the right thing, I will trust in the future. I just changed from being a designer to become a design teacher. And that is maybe because of the financial crisis. It's safer and then it's more trustworthy to become a teacher for a short while. I don't know. Ik denk dan vertrouwen in een goede afloop, zeg maar, of dat het maatschappelijk allemaal wel goed komt. Of het is gewoon een stukje optimisme, denk ik ook. Vertrouwen in het maatschappelijk belang, gewoon in de maatschappij, zeg maar. Dat je ervan uitgaat dat het wel weer op zijn pootjes terechtkomt, allemaal. Uiteindelijk. Maar omdat het echt vertrouwen is. Ik denk dat het een stukje optimisme is.